wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag eindelijk de eerste back to school video van dit jaar. Vorig jaar heb ik een hele serie gehouden. Ik zal even de afspeellijst met alle back to school video's die ik al heb gemaakt in de bovenhoek hierboven zetten. Kunnen jullie die allemaal checken, want ik heb nog DIY's, een make-up look, tips om te studeren. Van alles heb ik daar staan. Vandaag ga ik in ieder geval een aantal motivatie- en organisatietips met jullie delen. Waardoor jij gewoon lekker gemakkelijk het schooljaar in kan. Want ja, motivatie is vaak toch wel een probleem. En organisatie bij veel mensen ook. En ik ben gek op plannen en zo. Dus ik dacht, misschien kan ik je wel wat tips geven. Mocht je nou zin hebben in deze video, doe dan vast even een duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. Ik ga beginnen met het organisatiedeel van deze video. En dat zijn voornamelijk tips om jezelf klaar te maken voor het schooljaar. En georganiseerd te zijn. Als eerste kan ik je aanraden om je werkplek op te ruimen. Mijn bureau is op dit moment echt een grote rotzooi. En dat is eigenlijk de rest van mijn kamer. En ik weet gewoon dat wanneer ik hier aan ga zitten studeren, het gewoon niet gaat werken. Dus wat ik ga doen vlak voor het schooljaar begint is mijn bureau opruimen, mijn werkplek ordenen, zorgen dat al mijn boeken klaarstaan en ook zorgen dat ik gewoon een plek heb om rustig te kunnen werken zonder dat ik gestoord word door alles wat om mij heen ligt. Want geloof me, dat stuurt echt niet makkelijk. En er zijn zelfs onderzoeken die bewijzen dat als jij in een slordige omgeving zit, dat je hersenen ook minder snel wat opnemen. Dus ja, ik zou zeggen zeker eventjes je bureau opruimen. Hetzelfde geldt ook voor jouw laptop of computer. Ik weet niet of dit ook zo is als je naar de middelbare school gaat. Tegenwoordig doen jullie ook volgens mij best wel veel op de computer. Ik moest er eigenlijk alleen verslagen opmaken. Maar zeker voor mijn studie bijvoorbeeld. Ik doe eigenlijk alles op mijn computer. Ik heb ook bijna geen schriften of iets dergelijks. Dus het is heel erg belangrijk om mijn computer goed opgeruimd te hebben. Ik ga even van tevoren echt mijn hele computer schoonmaken. Ik ga kijken welke programma's ik heb die weer af kunnen. Welke bestanden ik allemaal nog heb van vorig jaar die eigenlijk weg kunnen. Welke foto's en video's van mijn blogger af kunnen. Want die nemen allemaal ruimte in beslag. Waardoor de programma's van mijn school gewoon echt straks minder snel gaan werken. Want ik heb bijvoorbeeld een mediaopleiding. Dus ik werk ook met Photoshop en dat soort dingen voor mijn opleiding. Dus dat zijn programma's die gewoon best wel wat van je computer eisen. Dus ja, een computer opruimen is voor mij ook echt een organisatiedingetje voor het schooljaar. Dan een punt wat ik eigenlijk stiekem al een beetje had verwoven in de vorige twee punten. En dat is eigenlijk gewoon dat je al je spullen voor het schooljaar klaar hebt. Denk aan je boeken, denk aan pennen, denk aan schriften, denk aan een rekenmachine, denk aan een agenda. Want echt een agenda, ik kan je vertellen, zonder agenda ga je weinig redden. Of het nou een digitale agenda is, wat voor de middelbare school misschien niet heel handig is, maar voor je college misschien wel. Zorg ervoor dat je een agenda hebt. Want een agenda om al je huiswerk in op te schrijven, bij te houden. Zorg ook dat je echt bijhoudt welke afspraken je hebt naast school. Wat je voor huiswerk hebt, wat voor toetsen je hebt. Dan kun je gewoon in één overzichtje zien in je agenda straks wat je allemaal hebt. Dus dat is ook echt iets wat ik je kan aanraden. Zorg dat je nu van tevoren al een agenda hebt en die helemaal in gaat delen van goh, ik heb die datum begint school, die datum heb ik weer vakantie, die datum weet ik dat er toetsweek is. Maar schrijf ook dingen van na school op. Bijvoorbeeld als jij weet dat je een dag een verjaardag hebt, bijvoorbeeld van een familielid, dan weet je dat je die dag niks kan doen voor school. Dus zet dat ook voornamelijk in je agenda. Want als je dat soort dingen niet in je agenda zet, dan vergis je je straks als je moet gaan leren en red je daardoor net die toets niet. En dat zou zonde zijn. En dat komt eigenlijk ook wel een beetje over mijn volgende punt. Want mijn volgende punt is plannen. Ja, ik weet dat heel veel mensen het heel erg moeilijk vinden. Ik ben zelf echt gek op plannen. Zoals jullie weten heb ik een bullet journal. Ik moet zeggen, deze maand heb ik hem eigenlijk nog niet aangeraakt. Maar ja, dat is ook het fijne van een bullet journal. Je kan hem ook wegleggen als je eventjes een maandje rust wil. Of een weekje. Of een half jaar. Maakt niet uit. Maar zorg ervoor dat je goed plant. Zorg dat je to-do-lijstjes maakt. Zorg dat je haalbare to-do-lijstjes maakt. Ik heb meerdere video's over plannen op mijn kanaal staan. Ik heb ook mijn blogartikelen erover staan. De dingen die ik kan vinden zal ik wel eventjes voor jullie in de beschrijving zetten. Maar ja, echt plannen is echt een must voor jouw organisatie dit schooljaar. Dus mocht je dat nog niet echt doen, begin er dan zeker aan. Dan verder met het motivatiegedeelte van deze video. Iets wat ik zelf heb ontdekt en dat echt heel erg goed werkt, is om te gaan leren op het moment dat het buiten slecht weer is. Wanneer het goed weer is buiten, dan wil ik namelijk naar een manege of wat leuks gaan doen. Of ik wil filmen en fotograferen voor mijn blog, want ja, dan is er mooi licht. En ja, wanneer het regent of wanneer het onweert of wanneer het gewoon echt bagger weer is en koud en je gewoon nergens zin in hebt, ga dan aan school zitten. Want die tijd gebruik je anders toch alleen maar voor Netflix-series. En dan moet je straks met het mooie weer alsnog gaan leren. Dus voor je motivatie bedenk je op zo'n moment zelf van wacht eens even, als ik nu ga leren is het gewoon takkenweer. Ik ga nu toch niks anders nuttigs doen. En als ik het nu ga doen, dan hoef ik van de week als het mooi weer is, kan ik gewoon lekker op het terrasje gaan zitten met vrienden. Hey,
win-win. Wat ook heel erg belangrijk is voor je motivatie, is zorgen voor balans. En dat bedoel ik niet alleen binnen je schoolwerk. Denk bijvoorbeeld aan eerst wat leren, dan wat maken, dan weer wat leren, dan weer wat maken. Maar ook dat je vakken afwisselt. Maar wat ik ook bedoel is dat je afwisselt tussen leren en wat leuks doen. Wat ik zelf vaak doe is een uurtje leren en dan vervolgens even een half uurtje wat anders gaan doen. Of wanneer ik echt motivatie en concentratie heb, dan zorg ik ervoor dat ik 2 uurtjes leer als ik mijn concentratieboog gaat volhouden. Om vervolgens gewoon lekker een pauze te nemen van een Netflix aflevering van 3 kwartier. Zorg voor afleiding. Want ik ken heel veel mensen die gewoon echt zichzelf de hele dag opsluiten om te leren. En je hebt gewoon de concentratie daar niet voor. En je motivatie wordt er echt niet beter van. Dus zorg ervoor dat je gewoon ook bijvoorbeeld 's ochtends leert en dan 's middags lekker wat leuks gaat doen. Ontdek wat het goede moment voor jou is om te leren. Voor mij is dat vaak 's ochtends vroeg en juist 's avonds laat. En dan ga ik dus vaak overdag iets anders doen. Zodat ik wel gewoon mijn productiviteit heb en daardoor ook mijn motivatie hou. Maar dat ik ook nog wat leuks doe. Dan voor het leren zelf heb ik nog een aantal tips. De eerste is comfortabele kleding dragen. Het klinkt misschien heel erg raar. Maar ik leer het liefst echt gewoon in mijn pyjama of in mijn joggingsbroek. Aangezien het gewoon heel erg lekker comfortabel zit. En als ik comfortabel zit, ben ik niet continu bezig met mijn broek ophijsen. Of weet ik veel, mijn knellende BH of zo. Ga gewoon lekker in comfortabele kleding zitten. En dat scheelt je een heleboel afleidingen wat dat betreft. Over afleidingen gesproken, de grootste afleiding is toch wel onze telefoon. Ja, ik denk dat iedereen het wel herkent. En wat dus echt wel een hele grote tip is om gewoon je telefoon even op vliegtuigstand te zetten. Op die manier heb je gewoon even geen afleidingen, kan jij je concentreren. En hoe beter jouw concentratie is, hoe sneller jij klaar bent met leren. Dus wat dat betreft, als dat geen motivatie is, voor mij in ieder geval wel. En dan de allerlaatste tip die ik voor jullie heb wat betreft motivatie is om jezelf te belonen. Zelf heb ik bijvoorbeeld dat als ik als doel heb om bijvoorbeeld bepaalde toetsen te leren die ik heel erg moeilijk vind. En ik van mezelf het gevoel heb dat ik gewoon echt, echt goed heb geleerd. Dan mag ik van mezelf iets halen. Het kan iets heel erg kleins zijn. Denk bijvoorbeeld gewoon aan een nieuwe lippenstift of een nieuwe mascara of misschien gewoon een lekker bakje koffie bij Starbucks. Wat dan ook. Iets waar jij blij van maakt. Zag wel gewoon een beetje vergelijkbare doelen met wat je hebt gedaan. Niet zo dat als je 1 uurtje hebt geleerd voor een toets, dat je gelijk denkt van, oh, nu mag ik op vakantie. Nee, wel een beetje doelen die een beetje in verhouding staan. Maar dit helpt je echt heel erg qua motivatie. Want als je op je to-do-lijst ziet staan van, als ik dit en dit en dit en dit en dit doe, dan mag ik die nieuwe broek kopen. Geloof me, dan ga je dat wel doen. Want dan ga je die nieuwe broek mogen kopen voor jezelf. Dus ja, echt wel een motivatietip. Dat waren alweer mijn tips om een beetje georganiseerd en gemotiveerd het schooljaar in te gaan. En hopelijk ook te blijven. Mochten jullie dan nog tips hebben voor elkaar en voor mij, laat ze hieronder achter in de reacties. En dan kunnen we elkaar weer een beetje helpen. Laat ook zeker nog een duimpje omhoog achter. En vergeet je ook niet te abonneren. En ja, dan hoop ik je te zien bij een volgende video. Doei doei!